Nou, hier vanavond de eerste roman van Anil Ramdas ten doop. En die gaat over een man, Madal, die in allerlei opzichten lijkt op Ramdas zelf. Maar in allerlei opzichten ook niet. En ik ga iets vertellen over de spanning tussen die twee personages. Dus persoon Ramdas en de personage Madal. De opvattingen die zij verwoorden en wat die voor functie hebben in de roman. Harry Madal, wat voor karakter is dat? Want ik hecht eraan om te benadrukken dat het een karakter is. Het is een karakter dat versplintert. Hooghartig, trots, timide, verlegen, voortdurend krankzinnig zelfbewust, maar daardoor niet minder gevangen. Het is alsof je iemand ziet die op geen enkele wijze meer kan ontsnappen aan een veelvoud van waarheden, die allemaal waar zijn tegen hun eigen context en achtergrond. De humanistische werkelijkheid, de religieuze werkelijkheid, de gekleurde werkelijkheid, de blanke werkelijkheid, de economische werkelijkheid, de politieke werkelijkheid, de elite werkelijkheid, de white trash werkelijkheid, de post-elite werkelijkheid, de koloniale werkelijkheid, de laatkoloniale werkelijkheid, de postkoloniale werkelijkheid, de misogyne werkelijkheid, de arme werkelijkheid, de eerste, tweede, derde wereldwerkelijkheid, de post-white trash werkelijkheid, de Surinaamse, Indiaanse, Islamitische, Nederlandse werkelijkheid, de migrantenwerkelijkheid, de racistenwerkelijkheid en de antiraciste en de anti-antiraciste werkelijkheid, de werkelijkheid van het hoofd van het gezin, de kostwinner, de man die niet zo lang is als hij zou willen zijn, de vrouwelijke manwerkelijkheid, de verlegen werkelijkheid en de arrogante westerse werkelijkheid. Hij relativeert die werkelijkheden niet en haalt ze niet onderuit. Hij is niet van de ironische distantie, maar loopt en wijst als iemand die veel te dicht op de natte verf van het schilderij staat, van blinde vlek naar blinde vlek, en toont je en passant op een treiterige manier de gelaagdheid of de onmogelijkheid van het tegelijk bewust en integer moeten leven in al die werkelijkheden. Je kan niet zeggen dat het een apolitiek karakter is. Je kan niet zeggen dat hij geen opvatting heeft. Het is verreweg een van de meest politieke karakters die ik ooit in een boek ben tegengekomen. En hij laat je perfect zien waarvoor je op je hoede moet zijn. Want Madal is een grandioze cocktail, shaken, not stirred, van politieke en culturele ingrediënten, expressies en meningen, opvatten en achtergronden. En hij toont ons hoeveel van zijn engagement verkleefd is aan en met je economische positie, je sociale status, je macht, je ambitie, je eer, een plek, erkenning, herkenning, zichtbaarheid en zeggenschap. Om er in Nederlandse intellectuele kring bij te horen, moest je het nu eenmaal blind opnemen voor Rushdie. En je moest grinniken om die malle, achterlijke islam. Badal grinnikte. In een literatuur is één context voorafgaande aan alle andere van levensbelang. Dat de context eerst en met hiërarchische noodzakelijkheid het hele boek is. Dit boek verhoudt zich vervolgens tot en met van alles en nog wat. Ook met de wereld waarin de lezers leven. Daarin kan ik het met Fasens eens zijn. Maar hameren op die eerste context is niet je laffe stoppen in een ivoren toren, maar het boek de brug laten zijn waarmee je je verbindt met die lezer. Maar nu die bespreking. Want wat leest de bespreker met de blinde vlek? Wat leest de cyclopische lezer die alleen nog maar de autobiografie kan zien? Een genadeloos zelfportret. Met niets en vooral zichzelf niet ontziende eerlijkheid portretteert Anil Ramdas in de persoon van Harry Bordal vooral zichzelf. Wat beweegt iemand een zelfportret in romanvorm te schrijven en dan zo'n genadeloos portret? Ramdas zet zijn hoofdpersoon neer als lui en arrogant en als een opschepper die zichzelf een van de meest gelezen correspondenten en in Nederland een soort beroemdheid noemt. En dan eindigt het vervolgens hiermee. Het is een geromantiseerde autobiografie waarin voornamelijk het fatale slot verzonnen is. Met niets en vooral zichzelf niet ontziende eerlijkheid portretteert Ramdas in de persoon van Harry Badal vooral zijn eigen persoon. Mij rest de vraag wat hem bezielt om zo'n ontluisterend zelfbeeld te publiceren. Het is alleen te verklaren uit een neiging tot zelfdestructie die alcoholisten eigen is. Het is moeilijk uit te leggen hoe ongelooflijk kwaad je je als auteur kan maken over zo'n bespreking die met zo'n blindheid een personage naar de autobiografische hoek
verwijst en dan vervolgens zegt, we hoeven er niet meer naar te kijken. Want niet alleen ontdoet deze bizarre één-op-één lezing de roman van zijn gelaagdheid, van zijn zelfkritiek, en die een genadeloos zelfportret, moet ook het materiaal en het meesterschap waarmee dit is gearrangeerd worden meegenomen, zoals je ook kan spreken over een genadeloos zelfportret van Rembrandt, waarin hij zichzelf neerzet als trotse maar oude man, maar daarmee ontstijgt Rembrandt zichzelf en de ontluistering is iets schoons geworden. Maar ook is het vooral een afkappen van de brede wereld van de roman zelf, want van wat de ziel is van het boek. En zo ontgaat je ook volkomen dat in het boek kan wat de auteur, Ramdas of wij zelf in onze wereld, zoals zoveel mensen, amper nog kunnen. Tot het soort volheid en rijkdom komen waarvan het boek in haar geheel getuigt. Round character worden in plaats van een plat karakter in de werkelijkheid. Engagement veronderstelt betrokkenheid. De bereidheid je ergens mee te verbinden. En dus ook ergens verantwoordelijkheid voor te nemen. Voor standpunten bijvoorbeeld. Maar vooral ook voor de praktische consequenties van standpunten. Dat is het punt waarop engagement en ethiek elkaar raken. Wie geëngageerd is in de betekenis die ik aan dat woord zou willen geven, die heeft de praktische consequenties van zijn standpunten doordacht en is ook bereid en in staat om die consequenties daadwerkelijk aan zijn standpunten te verbinden. Nu is het, en ik ga nu allerlei mensen misschien op de tenen trappen, maar ik doe het toch. Nu is het in de literatuur nogal moeilijk om in deze zin over verantwoordelijkheid te spreken. Voor een schrijver liggen de zaken op dit punt fundamenteel anders en ingewikkelder dan bijvoorbeeld voor een arts, een slager, een rechter, een militair of de directeur van een willekeurig bedrijf. Zulke mensen kunnen in hun functioneren de praktische consequenties verbinden aan hun standpunten. Of anders gezegd, hun standpunten resulteren in maatschappelijk handelen dat voor andere mensen praktische gevolgen heeft. Marjolein Februari heeft dus opgemerkt in deze context dat moraal pas zin heeft wanneer je daden consequenties hebben. Wie buitenstaander is, heeft geen moraal nodig. Een geëngageerde schrijver wil geen buitenstaander zijn en hij zoekt naar praktische consequenties van zijn overtuigingen, maar hij ondervindt daarbij de moeilijkheid dat hij die consequenties slechts kan toetsen in de experimentele ruimte van zijn fictie. Sinds de spraakmakende processen tegen Hermans en Reven in de jaren 60 geldt het als buitengewoon ongeletterd dat je een schrijver aanspreekt op uitspraken die in zijn roman worden gedaan. Literatuur, zo vinden wij, en zo vinden wij terecht, is autonoom. De roman schept een eigen universum dat niet onderhorig is aan wereldse wetten en de beperkingen van de realiteit. Maar daar staat tegenover dat diezelfde vrijheid van de schrijver om in de roman met om het even welke standpunten te experimenteren misschien toch ook een schaduwkant heeft. Het is althans in de context van de huidige gemodificeerde westerse cultuur is het dan niet eigenlijk een betrekkelijk nageestig soort vrijheid. Een vrijheid die slechts bestaat bij de totale onverschilligheid, bij gratie van de totale onverschilligheid van de buitenwereld voor literatuur. En voor de pogingen van schrijvers om een verantwoordelijke rol te spelen in het debat en in de samenleving. Ramdas verkent nadrukkelijk de grens tussen fictie en feit door zo af en toe zijn eigen interventies in het publieke debat bijna woordelijk te parafraseren. Het NRC-essay waarin hij de Nederlandse schrijvers in 1997 verweet dat hun romans werden bevolkt door louter witte personages bijvoorbeeld, terwijl de Nederlandse maatschappij inmiddels grondig van kleur veranderd was. Ook Badal blijkt in de fictie van de roman zo'n essay geschreven te hebben, voorzien van dezelfde argumenten en dezelfde voorbeelden. Of het essay over white trash, waaraan Badal gedurende de hele roman werkt. Dat essay verscheen afgelopen september ook werkelijk. Maar toen onder de naam van Anil Ramdas. Door deze heel concrete textuele overlap van fictie en werkelijkheid wordt toch op zijn minste indruk gewekt dat Ramdas verantwoordelijkheid wil dragen voor wat zijn personage zegt. Niet daarmee wil samenvallen misschien, maar hij stelt het opnieuw en in een nieuwe context en onder nieuwe omstandigheden ter discussie. Die behoefte aan echtheid, aan waarachtigheid, lijkt mij de motor achter deze roman. Ramdas heeft een roman willen schrijven die zich onttrekt aan de door zoveel schrijvers betreurde en bestreden vrijblijvendheid van het genre. En dat is geen geringe ambitie. Sterker, het is een onmogelijke ambitie. Maar het is naar mijn stellige overtuiging een ambitie waarzonder in de wereld van nu geen enkele fatsoenlijke roman tot stand komt. Ik wou het bij deze inleidende beschietingen even laten.
Toen Thomas sprak, ik dacht aan die man die zei, ik weet niet of het een mooi lied is, ik word zo afgeleid door de noten. En dat wat Manon zei, dat het een liefdesroman is. En misschien hadden we dat gewoon erop moeten zetten. Liefdesroman. Daarvoor komt het nog veel meer, dat misverstand, dat het alleen maar om een biografie gaat. Ik wil er iets kleins uit voorlezen. Het essay veroorzaakte minder ophef dan Badal had gehoopt. Hij kreeg geen complimenten van de redactie, ook niet van Henry. En er waren geen uitnodigingen om er op de radio over na te praten met cultuurfilosofen. Als hij ook maar iets noteerde over Hindustanen, Kriolen, Turken of Marokkanen, stond de telefoon te rinkelen. Nu bleef het stil. Misschien was het stuk te genuanceerd, dacht Badal. Of had hij de blanke intellectuelen nog te weinig gekastijd? En misschien was het potsierlijk dat hij als allochtoon iets dacht te mogen beweren over de aard van de blanke mens. Blanken mochten oordelen over blanken en over zwarten. Zwarten mochten alleen oordelen over zwarten. Maar een paar dagen later kreeg hij een telefoontje. U spreekt met Frits Bolkestein, zei een man met een zwaar geaffecteerd accent. Of hij langs wilde komen voor een nadere kennismaking. Hij moest in Amsterdam-Zuid zijn. Het adres was praktisch aan de overkant van het ziekenhuis waar zijn dochter was geboren. Voor hij naar Bolkestein ging, bleef hij even staan kijken. Het ziekenhuis was inmiddels opgeheven, maar het gebouw was nog steeds prachtig. Een kruising tussen een kasteel en een klooster, met rode markiezen die het zicht op de gevelversieringen ontnamen. Maar hij hoefde zijn ogen maar te sluiten om het allemaal weer voor zich te zien. De hoge plafonds, het witte behang dat vergeeld was, lange, donkergroen betegelde gangen, de geur van medicijnen, lieve verpleegsters die allemaal over de 50 waren, zijn vrouw die pijn leed. Hij hield haar hand vast, hij hielp haar zuchten. De weeën waren regelmatig, maar de ontsluiting was onvoldoende. Wachten. 1 uur, 2 uren, 3 uren, kon ze niets krijgen tegen de pijn. Hij kon het niet aanzien, haar gezicht dat van tijd tot tijd vertrok, de uitputting. Hij had zijn dikke trui nog aan, alsof er geen tijd was om hem uit te trekken. Hij zweette net zo erg als zij, en toen het na 5 uur lijden eindelijk zover was, was hun eigen vroedvrouw nergens te bekennen. Hij kon een moord begaan van paniek, maar ze kwam net op tijd. De volgende dag liep hij in de maartse zon met een klein wezentje in de arm, dat vandaag jarig is. Wow.